Wat is de eerste track, zeg maar, die de oudste track? Die helemaal, ja, maar dat is... dat kan ik wel zeggen. De oudste track qua, zeg maar, opzet. Dat moet ongetwijfeld zijn... Ik denk, This Is The Place To Be. Maar ook dat een single geworden. Ja, of Spectacular. Spectacular is dat, dat is de oudste. Maar het is niet per se dat die dan ook het eerst klaar was. Nee, oké, maar dat was het oudste idee. Ja, het oudste idee is Spectacular. Ja. Maar toen je, zeg maar, met die track begon, hè, Spectacular. Je zei van, je hebt de eerste plaat, daar was je heel trots op. En had je zoiets van, nou, mijn tweede plaat kan ik aan die eerste tippen. Had je toen al het idee van, ik weet waar ik heen wil met die tweede plaat? Of was het echt, zeg maar, toen nog losse stukjes? Nee, dat komt wel gaandeweg. Dat was gewoon, maar Spectacular was gewoon, toen ik in mijn nieuwe studio kwam, dus niet mijn thuisstudio, maar mijn vorige studio, dan eventjes had alles aangesloten, even proberen, kijken of alles werkt. Weet je, dat was dat. En toen was ik dus eigenlijk al begonnen, zonder dat ik echt had gedacht van, ik ga nu beginnen. Dus gewoon even aan het kijken van, werkt alles? Dus dit is wel vet. Dus toen, uiteindelijk is er bijna niks meer van over, van wat ik toen gedaan had. Maar dat is jij. Ja, gewoon voordat je het weet, ben je alweer met een nummer begonnen. Bewaar je ook die oude stukken? Ja hoor. Ja. Soms komen die weer in andere vorm weer terug, in andere nummers. Gebruik het een keer voor een remix. Ik heb wel ook een beetje in mijn hoofd een soort archief van ongebruikte stukjes basmuziek die ergens op mijn computer zwerven. Hoeveel is dat? Gaat het om tientallen tracks? Al een handjevol? Stukjes, gewoon. Ik moet echt wel schemaatjes, loopjes, ja? Wel 100 of zo. Okay, dus... dat zijn geen nummers, dat zijn gewoon puzzelstukjes die gewoon die een beetje archiveert en die misschien nog ooit ergens inpassen of zo. Ik las trouwens ergens, wat jij zei, van dat je... Maar je bent, zeg maar, destijds bij Serum is begonnen omdat je met Bastian zat je in je bepaalde lichaam zit. Klopt, ja. Maar de jeugd, daar kon je op een gegeven moment wel veel in kwijt, maar niet alles in kwijt. Ja. En Serum is meer worden waar je echt veel in kwijt kon. Ja. Geldt het nog steeds voor jou? Is dat, zeg maar, voor deze plaat ook? Je zegt, dit is, hier heb ik vrij kunnen doen wat ik zelf allemaal wilde. Ja, dat kan ik eigenlijk bijna bij alle dingen wel, hoor. Want het is niet zo dat je dan, als je met andere mensen samenwerkt, dat het dan je vrijheid beperkt. Weet je, het is echt... Maar je gaat ook gewoon, als je met andere mensen werkt, gewoon een beetje nadenken. Ja, gewoon vanuit een soort groep idee. Ja. Je gaat denken, oké. Vanuit de sound misschien ook. Ja. Ja, en want dat is niet een beperking, dat is eigenlijk meer een soort uitbreiding van, een soort bevrijding meer, zeg maar. Een soort uitweg van, dit is een kant die ik ook op kan. Die je eentje niet zou vinden. En ja, of dat dan, het is wel zo dat je dan... Ja, als je dan weer even alleen mag muziek maken, dan denk je van yes, okay, weet je, dan gaat alles weer sneller en dan heb je niet die wisselwerking, dat is gewoon heel goed. Merk je, zeg maar, dat de dingen die je gedaan hebt met Comtron en de jeugd bijvoorbeeld, dat die een klein beetje, zeg maar, hun invloed hebben gehad op deze plaat? Dat je zegt van die tuurlijk. Track had ik 4 jaar geleden niet kunnen maken? Tuurlijk, heb je daar een voorbeeld? Kijk, als ik een jeugdplaat heb afgerond, bijvoorbeeld, dan heb je allemaal sounds gebruikt en bepaalde drumpatronen en zo. Nou, dan ga je gewoon eigenlijk, zijn het een soort stukken gereedschap die je gewoon, dat hoort gewoon bij mijn sound. Dat kan je niet uitzetten, dat blijf je gewoon gebruiken. Dus iedere samenwerking die ik doe, voegt ook weer een klein stukje toe aan mijn eigen scala van instrumentjes, zeg maar, van kleine handigheidjes die je kan gebruiken. Hoe jammer was het, zeg maar, om die antwoord niet te kunnen tekenen op je eigen label? Hoe jammer. Ik denk dat het... Ja, dat is een beetje lullig om te zeggen, maar ik denk dat het eigenlijk... zich beperkt tot dat het financieel jammer is. Dat is het. Ja, voor de rest niet... Ik bedoel, het was wel leuk geweest, maar het is... Het had ook heel veel tijd gekost. En toch wel een grote kans dat het ook gewoon echt te groot voor ons was geweest om vanuit Nederland te regelen. Terwijl zij in Zuid-Afrika zitten, dat is gewoon best wel onhandig geweest. En dat moet dan als het. Zeker omdat het bij hen ging het echt zo, weet je. Gewoon echt binnen 2 weken waren ze opeens een wereldact.
dan moet je daar gewoon echt 24 uur per dag bovenop zitten. En dat hadden wij dan ook weer niet voor over. Dus het had waarschijnlijk, was het erop uitgedraaid, dat wij het hadden getekend en dan gewoon doorgelicenseerd naar EMI of een van de Universal, wat Universal is. Gewoon, ja, weet je. Maar dan wel Universal Afrika of Amerika, weet je. Dus niet Universal Nederland. Want, ja, het is gewoon echt een wereldact nu. Die staan op Glastonbury en die zitten met grote producers in de States in de studio. Dus